Tijdens je zwangerschap komt er veel op je af. Van bezoeken aan de verloskundige of gynaecoloog tot het inrichten van de babykamer. Ook op het gebied van gezonde en veilige voeding zijn er een aantal dingen extra belangrijk als je zwanger bent. In deze serie praat ik je bij over goed eten tijdens je zwangerschap. In de video over gezond eten tijdens je zwangerschap heb ik besproken wat allemaal goed is om te eten als je zwanger bent. Maar hoe weet je nou of je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt? En heb je aanvullend supplementen nodig? In deze aflevering ga ik samen met Niki voedingssupplementen bespreken. Ik slik vitamine D. Is dat voor alle zwangeren belangrijk? Ja, voor alle zwangere vrouwen geldt het advies om een foliumzuur en een vitamine D-supplement te nemen. En dat doe je omdat foliumzuur de kans op geboorteafwijkingen, zoals een open ruggetje, verkleint. En daarmee begin je al vanaf het moment dat je een zwangerschapswens hebt tot je 10 weken zwanger bent. En je gebruikt 400 microgram per dag. En dat vitamine D-supplement gebruik je onder andere voor een goede botopbouw van je baby. En dat slik je tijdens de hele zwangerschap 10 microgram per dag. Oh ja, maar daarnaast is het ook belangrijk om andere supplementen te slikken, toch? Ja, het is tijdens de zwangerschap belangrijk om erop te letten dat je genoeg jodium binnenkrijgt, calcium, ijzer en omega-3 vetzuren. Als je dat niet genoeg via je voeding binnenkrijgt, dan kan een supplement nodig zijn. En waarom is jodium dan zo belangrijk? Nou, jodium is nodig voor een goede groei en hersenontwikkeling van je baby. En je krijgt er genoeg van binnen als je elke dag 5 boterhammen eet, ongeveer 0,5 liter zuivel en 2 keer in de week vis eet. Oké, maar ik krijg door de zwangerschap volkorenbrood en vis eigenlijk niet zo goed weg. Hoe zorg ik dan toch dat ik er genoeg van binnen krijg? Ja, je kunt dan een jodiumsupplement nemen. En dan let je op het etiket dat er maximaal 200 microgram per dag in zit. Nou, daarnaast hadden we het over calcium. Hè. Dat is ook een belangrijke voedingsstof in de zwangerschap. Onder andere omdat het zorgt voor een goede botopbouw van je baby. Calcium zit volgens mij toch in zuivel en ik neem melk en kaas bijvoorbeeld. Maar hoe weet ik dan of dat genoeg is? Als je ongeveer 0,5 liter zuivel per dag neemt, en dan kun je denken aan halfvolle of magere melk of yoghurt of karnemelk, en daarnaast 40 gram kaas, zoals 30 plus kaas, dan krijg je voldoende zuivel en daarmee voldoende calcium binnen. Als je als zwangere nou minder dan dat eet, of misschien wel helemaal geen zuivel, en dat ook niet vervangt door een verrijkte sojadrink, dan is het advies om vanaf 20 weken zwangerschap een supplement te nemen met 1000 milligram per dag. En we hadden het eerder over ijzer en ik heb mijn ijzerwaarde laten testen en dat was goed. Waarom is ijzer dan eigenlijk zo belangrijk? Ja, ijzer is belangrijk in de zwangerschap omdat het bloedarmoede helpt voorkomen. Dus daarom houdt de verloskundige of gynaecoloog je bloedwaarde in de gaten. En als je een ijzertekort hebt, dan zal hij of zij een supplement voorschrijven. Oké. En we hadden het net ook over vis. En in mijn zwangerschap krijg ik dat eigenlijk niet zo goed weg omdat ik daar heel misselijk van word. Kan ik dan wat anders doen? Ja, het advies is eigenlijk om 2 keer in de week vis te eten, waarvan 1 keer vette vis, zoals zalm of forel, en 1 keer magere vis, zoals tilapia of schol. En dat doe je om de kans op een vroeggeboorte te verkleinen. Maar lukt het nou niet om aan die hoeveelheid te komen, ja, dan kun je ook een supplement gebruiken. En dan let je erop dat er 250 tot 450 milligram DHA in zit. Oké, dat is heel veel informatie en heel veel verschillende voedingsstoffen. Hoe weet ik dan of ik überhaupt genoeg binnenkrijg? Ja, als je twijfelt of je genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt, dan kun je het best een aantal dagen een eetdagboek invullen. Bijvoorbeeld de eetmeter van het voedingscentrum. En als daaruit blijkt dat je inderdaad bepaalde voedingsstoffen te weinig binnenkrijgt, is het eerste advies toch proberen meer producten te eten waar die voedingsstoffen in zitten. Nou, als dat nou echt niet lukt, dan kun je in overleg met je verloskundige of gynaecoloog een supplement gaan gebruiken. En er zijn ook van die multivitamine. Is het dan eigenlijk niet makkelijker en handiger om die te nemen? Ja, zo'n multivitamine speciaal voor zwangere vrouwen is natuurlijk heel praktisch. Maar kijk wel goed naar het etiket. Want lang niet alle multivitamines voor zwangere vrouwen bevatten genoeg jodium, calcium en omega-3 vetzuren. Nou, als dat nou zo is, net voor de voedingsstoffen die jij nodig hebt, dan kun je beter een los supplement gebruiken in de juiste dosering. Nou, wil je nou meer weten over voedingssupplementen tijdens de zwangerschap? Neem dan een kijkje op voedingscentrum.nl/zwanger.